de parlementen uit de Amerika's, die zijn er momenteel in Suriname bij een driedaagse vergadering hier in de Royal Ballroom van Torarica. Er wordt drie dagen lang niet alleen gediscussieerd over milieu, maar er zullen ook veldbezoeken worden gebracht. We spraken over het belang van deze vergadering met DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons, die aangeeft waarom deze vergadering, waarom belangrijk voor Suriname, maar ook waarom belangrijk voor andere landen, maar ook wat het huiswerk is dat men zal meekrijgen. Vandaag hier met al die parlementen van de landen van de Amerika's, Noord- en Zuid-Amerika. De meeste zijn hier en het Caribisch gebied. En we praten over klimaatverandering, over verschillende manieren die parlementen hebben om in hun eigen land te proberen om de aandacht te trekken ervoor, om wetgeving te maken ervoor. En om hun regeringen te controleren op de uitvoering van bepaalde zaken. En in het algemeen krijgen we ook informatie van deskundigen over de nieuwste ontwikkelingen en dingen die gebeuren. En meestal hebben we ook een training. Morgen hebben we dan een bezoek aan het mangroveproject. Professor Naipaal die gaat vandaag ook praten. Maar morgen gaan we met hem mee om de mensen te laten zien wat we in Suriname doen. Maar waarom is het zo belangrijk dat we steeds over klimaat praten? Ik heb het eerder gezegd. We gaan over klimaat blijven praten. Omdat in feite de klimaatverandering, de klimaatcrisis zoals we het nu noemen, die gaat niet weg. En die is in feite het belangrijkste onderwerp van nu en van de volgende eeuw. Omdat het ons grote problemen gaat geven zoals het nu al staat. Maar als de wereld niet stopt om te doen wat we doen, volgens de wetenschappers, de effecten die we in de wereld hebben op het klimaat, als we niet stoppen binnen de komende 10 tot 12 jaar, zullen die problemen heel veel groter worden. Het is heel moeilijk voor mensen om te begrijpen wat er eigenlijk aan de hand is. En vandaar dat wij hebben besloten, ook in het parlement, om steeds te blijven duwen nu, totdat iedereen, de overheid, de regionale bestuurders zoals districtscommissarissen, maar ook de gewone burger, gaat begrijpen dat waarvoor we nu staan een bedreiging van ons leven is. En we zien het niet, want het enige wat we nu zien, het is warm, het regent te veel, overstroming, daken waaien weg, is goed, dan gaan we ze repareren, overheid geeft een beetje geld. Maar het gaat niet zo blijven. Het gaat steeds erger worden. En het gaat zachtjes aan erger worden, maar als je kijkt van nu tot over misschien 20 jaar, kan ik niet precies zeggen wat er gaat gebeuren. En dat is ook een probleem. We weten niet precies wat er gebeurt, maar we weten wel dat er dingen gaan gebeuren. En doordat mensen denken, oh ja, over 20 jaar, dan heeft men de neiging om te zeggen, maar dat is nu niet zo belangrijk toch. We hebben nu economische crisis, of we moeten ons huis bouwen, of we willen graag een mooi huis bouwen in Paramaribo Noord. Die mensen kletsen, waarom mogen we daar niet bouwen, etc. Maar het probleem gaat alles beïnvloeden. Het gaat niet alleen Paramaribo uiteindelijk onder water zetten, maar ook die Unikeri en daar planten we rijst. Weet toch? Als je geen rijst meer kan planten daar, wat ga je precies doen? Je moet voorbereiden. Het gaat andere ziektes met zich meebrengen. Het kan droogte met zich meebrengen. En we klagen in Suriname bijvoorbeeld over regen. Want dan lopen de straten onder. Het regent een beetje abnormaal veel. Andere mensen hun dak leggen. Het is echt vervelend voor hun. Maar regen is niet ons grootste probleem. Droogte. Als wij te maken krijgen met droogte in Suriname, is het een complete ramp. De mensen die nog weten de droogte van 1963, hoe erg dat was. In 2004 hebben we ook in het binnenland een droogte gehad. Die hele rivier loopt droog. Die mensen kunnen niet eens varen om eten te gaan zoeken. En als dat nog langer zou duren, dus niet 3 maanden of 4 maanden, maar bijvoorbeeld 6 maanden,
Wel, daar is Suriname een grote probleem. En nu kunnen we ons dat niet voorstellen. Maar dat is juist dat probleem van die klimaatverandering. Dat we in de volgende tientallen jaren te maken gaan krijgen met hele wilde extreme van klimaat. En we weten niet precies wat, maar we weten dat het gaat veranderen en dat alle planten, alle dieren en de mensen die gewend zijn aan het klimaat wat we hebben, die gaan uiteindelijk niet mee kunnen gaan. En dat kan voor je voedselproductie betekenen. Het kan betekenen dat je je stad uiteindelijk moet verhuizen, je landbouwgebieden. En aan de ene kant is het gelukkig dat het niet direct morgen gebeurt. Dus niet zoiets. Maar als je ook niet reageert om je voor te bereiden, wanneer het gaat gebeuren, dan gaat het morgen zijn. Dus daarom blijven we erover praten. Om onszelf, de regering, de politieke partijen, de samenleving, het bedrijfsleven bewust te houden ervan. Dat we nu dingen moeten doen om te zorgen dat die dingen ons niet op een dag overvallen. En welke wetten heeft dan het parlement, onze parlement, in place gebracht om de regering een beetje daartoe te dwingen? Ja, we hebben sinds 2015 hadden we al een wet beschermd kustgebied gebracht. We hadden ook wetten gebracht voor afvalverwerking en zo. We hebben toen in het parlement die wetten behandeld in commissieverband. En de commissies zijn toen tot de conclusie gekomen dat we toch eigenlijk eerst een milieuraamwet moesten hebben. Daaraan is wel gewerkt de afgelopen jaren, maar het kwam nog niet naar het parlement. En we hebben nu in samenspraak met de Milieucoördinatiecommissie, heeft het parlement het ingediend als een initiatiefwet. Dus we hebben nu twee initiatiefwetten, eigenlijk meer, maar twee die direct te maken hebben met klimaat- en zeespiegelstijging. Eén is de milieuraamwet, dan krijg je een milieuautoriteit, je krijgt milieubeheersorganisatie, dat we eigenlijk data krijgen over wat er in al die gebieden van het land gebeurt, maar ook data geven aan de mensen die dingen moeten beheren en dingen kunnen verbieden die niet goed zijn en zo, en ook mensen kunnen waarschuwen van je moet dat niet doen, want het gaat ons meer problemen geven op basis van die klimaatverandering. Dan kunnen we ook de kustbeschermingswet aannemen en daar krijg je ook een kustbeheer. Niet dat dat kustbeheer alles overneemt, want elk district heeft zo zijn kust. En de districtscommissarissen en de mensen daar die zijn verantwoordelijk voor bepaalde dingen. Maar wanneer je dus die milieuautoriteit hebt en kustautoriteit, die zal dan controleren of de mensen op de correcte wijze omgaan met het stukje kust waar zij verantwoordelijk voor zijn en alle data verzamelen. Waardoor we als land heel veel meer gestructureerd kunnen kijken ernaar. Het parlement doet ook andere dingen, niet alleen wetgeving. We zijn proactief vanaf 2011, dacht ik, bezig. Om de 2-3 jaren houden we een klimaatworkshop. Weet u toch? U heeft ze meegemaakt. En waarom doen we dat? We hebben daar ook heel veel resultaat van gezien. Want dan nodigen we alle instituten uit die zich daarmee bezighouden. We vragen ze om ons te melden wat hun capaciteiten zijn. Hebben ze genoeg materiaal en middelen om te werken? Doen ze onderzoek? Enzovoorts. En elke keer komen ze presenteren en dan na 2 jaren, dan moet je het verschil zien. En we hebben het verschil gezien. Want wij horen dan die dingen, zoals in 2011, daar was er geen Dopplerradar voor de meteodienst enzovoort. Dan gaan wij weer vragen aan die overheid, van hé, let daarop, let daarop. En we zien dat er vooruitgang is geboekt bij de instituten. Wat we bij de laatste klimaatworkshop zagen was dat de instituten vooruit zijn gegaan, maar dat de verbinding met de ministeries nog te wensen overliet. En dan ga je weer daarop werken. Toen hebben we gezien dat de president die coördinatie, dat coördinatieteam heeft ingesteld. Waardoor je dan weer een vooruitgang krijgt in het niveau waarop dat ding wordt aangepakt. En we hebben de commitment toen gemaakt voor ons 93% bos. Dat dwingt je weer om weer na te denken over andere dingen. Dat is ook in samenspraak met het parlement gegaan. Dus het parlement werkt niet alleen aan wetten. Het laatste wat we hebben gedaan is, omdat ik in Parlamerika's ook bezig ben hiermee, continu. Ik ben vicevoorzitter van dat klimaatnetwerk en nu waarnemend voorzitter. En Suriname heeft ook veel gedrukt internationaal om het netwerk op te zetten.
Omdat wij in de regio, en Suriname zeker, behoren tot de risicolanden. Dus wanneer we nu in die vergaderingen informatie krijgen, bijvoorbeeld over wat we noemen Sendai framework, wat is dat? Wel, in Sendai, Japan, zijn er afspraken gemaakt tussen landen. Want je gaat niet alle klimaatverandering meer kunnen voorkomen. Dus je moet die rampen die gaan komen op je af, moet je kijken hoe je toch een beetje bestand gaat zijn daartegen. En er zijn heel wat voorstellen en dat noemen we Sendai framework. En daar is het parlement vorig jaar mee begonnen om de districtscommissarissen op de hoogte te stellen. Samen met NCCR, want die weten het ook. En dan komen ze bij ons, dan presenteren ze. Daardoor dwing je iedereen om na te denken. En we hebben 3 sessies gehouden, deze laatste sessie van vorige week vrijdag. Daar zijn de districtscommissarissen dan gekomen met voorstellen van wat ze zouden moeten doen als er een ramp gebeurt. Daar praten we niet alleen over natuurrampen, maar nu hier hebben we het over natuurrampen, klimaatrampen. En waardoor je eigenlijk de zaak duwt. Wij sturen dan dat verslag naar de regering met de verwachting dat we bijvoorbeeld tegen volgend jaar een eerste rampenplan hebben voor Suriname. Het hoeft nog niet het beste te zijn, maar daar heb je al 1 en dan ga je verder eraan werken. Dus het parlement werkt zo. En wij in Parlamerica's, waar ik dus voor het land regelmatig ga werken, wij geven de parlementariërs niet alleen informatie, we trainen ze ook. Om te weten dat ze dat moeten doen. Dat je als parlement ook kan zeggen, ja, regering moet het doen, maar jij als parlement moet ook een stukje proactiviteit hebben. Om de bewustwording bij de regering en ook bij anderen dan wakker te maken, zodat iedereen in een bepaalde richting beweegt. Dus het parlement heeft ook een verantwoordelijkheid daarin en daarom doet het parlement in Suriname dat. Dus wat wordt het huiswerk hier? Dus na deze keer, alvast zijn we bezig met huiswerk, want die 2 wetten moeten uiterlijk, laten we zeggen, november zijn aangenomen in DNA, zodat we echt een milieuraamwet hebben. Maar er zijn nog andere wetten. We hebben bijvoorbeeld wel NCCR, maar we hebben nog geen wet voor NCCR. We hebben in onze grondwet iets als een veiligheidsraad. Als er echt iets groots zou gebeuren, zou je daarmee kunnen werken. We hebben nog geen codering. Kijk, je gaat in landen soms zien code orange en zo, wanneer er dingen gebeuren. Soms is het terrorisme, maar soms ook andere rampen. Want daar veranderen de bevoegdheden van bijvoorbeeld politie, militairen. NCCR krijgt misschien bepaalde bevoegdheden. En dat moet allemaal bij wet geregeld worden. Dit zijn wetten die nog gemaakt moeten worden. En dan hebben we nog een paar liggen, ik weet niet of het ons nog gaat lukken deze periode, maar die zeker moeten worden gedaan, hebben we noemen het waste management. Hoe ga je om met je vuil? Ja, we hebben dat ook meegemaakt. Nauwelijks oktober hadden we met die DC's gesproken. Die DC's hadden brand in de vuilstortplaats gebracht als een mogelijk probleem of dat ding vloog in brand. En we hebben allemaal meegemaakt wat het met ons heeft gedaan. En dat zijn ook dingen waar we naar moeten kijken. En dat zijn die opdrachten.